Welkom op de livestream van RAVO Amersfoort. Welkom allemaal en ook voor gasten die we niet kennen. Dit is een avond voor de gemeente en voor gasten om te bemoedigen en om te helpen. We gaan het vanavond hebben over uitreiken en Esther gaat daar dadelijk een verhaal over vertellen. En daar gaan we mee aan de slag nadat we een stuk aanbidding hebben gedaan. En het wordt een bijzondere avond, daar vertrouw ik op. Een van de mededelingen is dat we uit gaan breiden met de bellijn die er is. En als je belt, na de dienst kan dat ook. En we gaan daar meer avonden op zetten. En het zal elke ochtend zijn van 10 tot 12. En op dinsdag en donderdagavond van 8:30 tot 22:00 s'avonds. En het telefoonnummer is 033-7600-409. En als je nou belt, dan moet je even rekenen dat het doorgeschakeld wordt naar een medewerker achter de lijn. Dus het kan even tijd kosten, maar geniet daar in ieder geval van. Vanavond gaan we het hebben over uitreiken. En uitreiken is een belangrijk element van het christen zijn eigenlijk. Jezus heeft alles gegeven om ons leven te schenken. En dat uitreiken was de ultieme manier van doen. En ook toen Jezus zijn leven had gegeven aan het kruis van Golgotha. Toen stonden de discipelen en de apostelen op om ook uit te reiken. En dat kun je terugvinden in Handelingen 4. Daar staat, de apostelen legden met grote kracht hun getuigenis af van de opstanding van de Heer Jezus. En er was grote genade over hen allen. Want er was ook niemand onder hen die gebrek leed. Want allen die landerijen of huizen bezaten, verkochten die en brachten de opbrengst van de verkochte en legden die aan de voeten van de apostelen. In die tijd zag je dat mensen zo geraakt waren door de apostelen, dat mensen zich er graag aan toewijden ook. En er werden genezingen gegeven, waren genezingen. En dat werd ook door veel mensen opgepakt en daarmee vermenigvuldigde de gemeente ook. En ook vandaag kunnen we uitdelen van onze rijkdom, want het hoeft niet veel te kosten. Gebrek is in deze tijd van thuis zijn misschien wel meer fysiek en emotioneel dan voor goederen of geld. En ook deze dingen gaan natuurlijk wel door in de gemeente. Dus als we kijken naar de voorraadschuur en Pradeo, dat loopt gewoon door. Maar tegelijkertijd is de bellijn er ook om die andere kant ook te voorzien van de noden. We gaan een stuk doen in de aanbidding. We hebben een prachtig aanbiddingsteam. En daar gaan we van genieten om een tijd van aanbidding te hebben. En daarna gaat Esther delen met wat zij aan het doen is eigenlijk in onze eigen buurt. En daar gaan we verder mee. Ga je gang. Wat ik moet doen.
Halleluja, God regeert. Halleluja, U regeert. Voor nu en voor altijd. Halleluja. Halleluja. En overal. U bent de koning van alle koningen. U bent de Heer van alle heren. Heer, U heeft de hoogste plaats gekregen. De plaats, Uw naam is de naam boven alle andere namen. Boven welke omstandigheid, boven welke ziekte dan ook. Uw naam is de naam boven alle namen. En U bent het waard om alle lof en eer te ontvangen. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all, Jesus. You are worthy of it. Laat Hem weten dat Hij alles verdient. Dat Hij al jouw aandacht waard is.
Van Jezus. Tjonge, hoe moet je daar nou op instappen na zo'n heerlijke tijd van aanbidding? Eigenlijk is dat misschien wel wat ik het meeste mis van ons niet bij elkaar komen. Wat fijn dat je wel aanbidt in je eigen huis, maar dat je eigenlijk niet echt werkelijk samen elkaar kunt horen en samen die tijd met God kunt hebben. En toch is het ook ontzettend kostbaar om de tijd ook gewoon thuis te hebben. Bart en ik maken echt tijd vrij om, als de dienst begint, om dan echt even apart te gaan zitten in een ruimte waar we de tv goed hard kunnen zetten. Zo hard dat we onszelf niet zo goed horen. Anders is het toch een beetje gek. En proberen we echt die tijd apart te zetten, zodat we niet in ons bed blijven hangen en een beetje tussendoor spelletjes doen. Hoewel dat soms ook best verleidelijk is, maar het is echt goed om die tijd apart te blijven zetten. En deze hele coronatijd heeft voor iedereen eigenlijk best grote consequenties. En we horen elke week, of in ieder geval regelmatig horen we van de Kamer hoe we de rest van onze tijd gaan indelen. En het is lastig om dan niet in een put te raken. En ik had er ook best wel last van. Wij zijn 2 jaar geleden in Appel komen wonen. En toen wij daar kwamen wonen, toen had ik het echt het gevoel van, nou, ik wil het nu anders doen. In ons vorige huis, daar woonden de mensen die er tegenover woonden, die zeiden dan gedag. En dan zei ik tegen Bart, hey, wie zijn dat? Zei die, dat zijn al 20 jaar je buren. Dacht ik, dat is echt niet goed. Dus ik wilde het in Appel, wilde ik het anders gaan doen. Nou, dat is niet moeilijk in een klein buurtschap. Dus daar hebben we ook geprobeerd dat te doen. Maar het is ook niet altijd
Heel simpel als je druk bent met je huis verbouwen en van alles en nog wat. Dus uiteindelijk hebben we na een jaar hebben we een open huis gehouden. Hebben we alle buurtbewoners, tenminste alle straatbewoners, alle 40 huizen hebben we uitgenodigd. 20 ongeveer daarvan kwamen. En ik dacht, nou, dat is mijn kans om uit te reiken in de buurt. En de mensen die mij een beetje kennen, die weten dat ik hou van lekker eten en voor goed voor andere mensen verzorgen. Dus al die mensen kwamen en ik stond de hele middag in de keuken en ik stond grapjes uit te delen. Maar ik heb bijna geen woord gewisseld met onze buurtbewoners. Dus een gemiste kans. Dat was echt heel jammer. Maar goed, ik ben ervoor blijven bidden met Bart samen. En uiteindelijk toen op een goede zondagmiddag werd er aan de deur gebeld. En toen stond er een echtpaar aan de deur die zeiden, joh, zouden jullie het leuk vinden om vanavond bij ons een kopje koffie te komen drinken? Nou, ik had er niet heel veel zin in, maar ik zei tegen Bart, oké, nou, misschien moeten we dit maar doen, want het is misschien toch wel een kans. Dus wij zijn bij deze mensen op de koffie geweest en dat duurde ongeveer 10 minuten met heen en weer gepraat toen we al in de gaten hadden dat er echt serieuze huwelijksissues waren. En als het over huwelijk gaat, dan zitten Bart en ik altijd heel goed op onze stoel, want we vinden het echt heel prettig om met mensen te delen over de valkuilen die we zelf hebben meegemaakt in ons leven en hoe we daar onze weg uitgevonden hebben. Ja. Dus uiteindelijk, dat duurde niet lang voordat we echt met deze mensen echt diep in gesprek waren over de dingen die er gebeurden en hoe ze daar ook verandering in konden brengen. En dat was eigenlijk de eerste stap die we echt gedaan hebben in onze buurt. Dus uiteindelijk, deze mensen hebben geen keus voor Jezus gemaakt, uiteindelijk aan het eind van de avond. Maar dat kan nog, want relatie is natuurlijk iets wat je opbouwt op de lange termijn. Toen brak het coronatijdperk uit en toen veranderde natuurlijk alles voor ons en voor iedereen. Ik had in januari een buikoperatie gehad, dus ik was nog uit de relatie. En toen dacht ik, nou, dit is mijn kans om gewoon eventjes wat meer te doen in de buurt dan dat ik normaal doe. Dus ik heb er met Bart over gehad en ik zei, wat kunnen we nou doen? En de bloemisten bleken allemaal in grote nood te zijn. Dus toen dacht ik, weet je, ik koop gewoon 20 bossen hyacinten en die ga ik uitdelen aan mensen die God echt op mijn hart geeft. Nou, God gaf me 4 mensen, oudere mensen uit de straat op mijn hart. En daar ben ik aan gaan bellen en toen heb ik een kaartje gegeven met, de Bijbel zegt dat, ik moet nu even spieken, in Jeremia 29 vers 11, want ik weet welke gedachten ik over jou koester, zegt het woord van de Heere. Gedachten van vrede en niet van onheil, om je een hoopvolle toekomst te geven. Nou moet je je voorstellen, Apple is echt de Bible Belt. Maar dat zegt niks over mensen die wel of geen relatie met Jezus hebben. Want ik heb in deze straat nog nooit zoveel mensen gezien die zeggen op zondag naar de kerk te gaan, maar waar de relatie met Jezus gewoon nog niet zo levend is. En de mensen die ik deze tekst aan... Ik gaf ze een kaartje en ik had deze tekst daarop staan. En ik had erbij gezegd van, joh, ik wil je gewoon simpelweg een bos bloemen aanbieden. En ik hoop dat je weet dat ik, als er wat aan de hand is, dan wil ik er voor jullie zijn. Als ik een boodschapje moet doen, als je eens kletsen wil, kom maar gewoon. Dan, dit is mijn telefoonnummer. Koken voor je inderdaad. Dus na die 4 personen die ik benaderd had, toen dacht ik, dit is eigenlijk best leuk. Dus ik zei tegen Bart, wat denk je ervan? Als ik eens 50 bossen bloemen ga halen, dan gaan we eens kijken of we die kunnen uitdelen. Dus uiteindelijk de hele straat uitgedeeld, overal aangebeld. En in het begin had ik boenke, 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 weet je wel, heel erg kloppend hart. Van, dan doen ze open, wat moet ik dan zeggen? Maar na nummer 2 of 3 denk je, nou, dat valt eigenlijk best wel mee. Dus, en dan werd het zelfs leuk. Nou, toen was ik klaar met mijn 50 bossen bloemen. En diezelfde avond, toen ging de telefoon en toen was het een buurman verderop in die straat. En die zei, joh, Esther, hoe wist je dat ik dit zo nodig had? Want mijn vrouw is net geopereerd en het gaat niet zo goed met haar. En het is een echte grote operatie geweest. Het heeft me zo bemoedigd dat je dit gedaan hebt. Nou, dat wist ik natuurlijk helemaal niet. Maar dat is het mooie als je luistert naar wat God in gedachten heeft. En
Er was nog iemand anders, maar ik weet even niet meer wie. Maar goed, uiteindelijk, er waren een aantal mensen die een reactie gaven. En dat was gewoon het was echt bemoedigend voor mezelf. Die volgende dag werd ik gebeld door de gemeente Nijkerk met de vraag, zij zochten straatcoördinatoren voor heel Nijkerk. En ze zeiden van, nou, we hebben gehoord dat jij iets doet met uitreiken naar de buurt. Zou je straatcoördinator willen worden? Nou ja, voor die 40 huisjes bij ons dacht ik, ja, dat wil ik wel doen. Maar ja, weet je, wat is nou 40 huizen? Dus ik dacht, laat mij maar buurtcoördinator worden. Dus ik heb de 250 huizen of zo die er in de buurt zijn, heb ik gefolderd. En bij één van die huizen waar ik langs ging, stond een dame buiten. En ik gaf haar het briefje met van de gemeente Nijkerk, waarin ik aangaf, joh, heb je hulp nodig, dan kun je me benaderen. Dan zoeken wij naar iemand die je kan helpen. En daar stond een dame die zei, joh, je weet het misschien niet, maar mijn vader is vorige week overleden. En hij was het eerste coronaslachtoffer. En, van Nijkerk. Van Nijkerk, inderdaad. Dus ze was echt geraakt en ze vertelde dat ze, ja, dat het eigenlijk een hele trieste toestand was. Want vader was in het ziekenhuis opgenomen, was weggehaald door de ambulance. Ze mochten er even achteraan rijden, maar ze werden compleet ingepakt in pakken en maskers voor en handschoenen aan. En de beste man heeft ze nooit meer herkend. Hij is overleden. En omdat hij de eerste toen was, waren de normen nog behoorlijk strikt. En mocht er eigenlijk bijna niemand bij de begrafenis zijn. Deze mevrouw bleef dus achter, zonder haar maatje, zonder haar vriend, zonder haar man. En ik dacht, joh, dit verhaal raakte me zo erg. Dus ik dacht, ik zet op de corona Nijkerk pagina, zet ik een oproep van, joh, kunnen wij als buurtbewoners, als Nijkerkse bewoners nou aan deze mevrouw laten weten hoe hecht we eigenlijk zijn als Nijkerkse gemeenschap. En zouden jullie het leuk vinden om een kaartje, een bosje bloemen, misschien een maaltijd voor mevrouw te brengen? Als je dat wilt, stuur mij dan even een appje. Nou, ik had het nog niet ting gepost of ting, ting, ting. Aan alle kanten kwamen de berichtjes binnen. En een week lang heeft de deurbel gerinkeld, mijn Facebook berichtjes binnengegeven. En aan alle kanten kwamen de kaarten binnen en maaltijden en bloemen. En ik ben 4 keer naar mevrouw toegereden om het allemaal aan te bieden. En bij de 3e keer trof ik haar zelf. De keren daarvoor werd het steeds aangenomen door haar kinderen. Bij de 3e keer... toen trof ik mevrouw zelf en toen zei ze, joh, ik ben zo onder de indruk van wat burenliefde doet. We wonen hier al 20 jaar en we zijn nogal op onszelf. Maar het is zo mooi om te zien dat de buurtgemeenschap dit voor ons wil doen. Ik heb haar niet verteld dat het heel Nijkerk is, maar dat komt ze vanzelf nog wel een keertje achter. En het doel is nu natuurlijk dat ik een relatie met mevrouw opbouw, om uiteindelijk straks een keer bij haar op de koffie te gaan en dat te kunnen vertellen dat Jezus echt gewoon Heer is. Dat Hij degene is die haar in haar twijfels, in haar angsten, in haar alleen zijn ook tegemoet wil komen. En dit is een van de dingen die wij gedaan hebben. Want hoewel ik de actie gedaan heb, heeft Bart eigenlijk constant gemotiveerd en meebedacht, meegedragen in alles wat er moest gebeuren. En wat me nou zo raakte, die hyacinthe die ik in het begin aanbood aan deze mensen, wat me raakte hierin was, die hyacinthe die hebben 2 weken ontzettend gegeurd. En het viel mij ook op, elke keer als ik de poolkamer binnenkwam, dacht ik, wauw, wat ruiken die dingen. En zolang die hyacinthe geurde, merkte ik dat mensen bleven bellen en dat ze zeiden bedankt voor de bloemen en ik vind het zo mooi dat je dit gedaan hebt. Na die 2 weken, toen ebte dat een beetje weg. En toen dacht ik, dit is nou precies nou wat een ontmoeting met God met je doet. Het heeft, op het moment dat je die ontmoeting met God hebt, dan ben je daar vol van. Maar als daar niet een nieuwe ontmoeting met God overheen komt, waar je opnieuw weer die geur kunt ruiken en echt zo je dicht bij hem weet, dan blijft het een ervaring. En een ervaring is niet voldoende om je geloofsleven op te bouwen. Dus
voor mij persoonlijk is het zijn bij Jezus, het zijn in zijn aanwezigheid, maar tegelijkertijd ook het uitreiken aan andere mensen, waardoor mijn water blijft stromen, waardoor mijn bron schoon water blijft houden. En ja, dat is eigenlijk een beetje wat ik zo op, een, op mijn hart had. Prachtig. Ja. Dus ik zat van de week na te denken. Er zijn zoveel mooie dingen gebeurd in onze omgeving. Mijn familie, bijna op één na, zijn al mijn broers en zussen. We bidden dagelijks met elkaar op een vastheidstip. En dat was voor een paar maanden terug absoluut ondenkbaar. En het is zo mooi om te zien dat God in deze omstandigheden gewoon harten verbindt aan elkaar. Dat niet alleen buren verbonden worden aan elkaar, maar families verbonden worden aan elkaar. En ik, ja, we hadden het erover van het ook belangrijk dat we als kerkfamilie verbonden blijven met elkaar in deze tijd. Want het is zo makkelijk om nu naar de buurt uit te reiken. En dat is belangrijk, dat is heel belangrijk. Dat is onze grote opdracht. Maar laten we elkaar als gemeente niet vergeten. En ik zat te denken aan een initiatief wat Cyrus kort geleden gedaan heeft om te koken voor de mensen uit het AZC. En denk ik, dat is zorgen voor elkaar. Dat is uitreiken naar je medebroers en zussen, of het nou christenen zijn of geen christenen zijn. Je kunt gewoon wat betekenen voor elkaar. En het is echt niet zo moeilijk. En we willen je uitdagen en uitnodigen dat als jij nou ook iets bijzonders hebt gedaan wat echt vrucht heeft gedragen, waarvan je denkt, joh, dit was zo cool, dat je dan eens contact opneemt met Rafel Amersfoort. info@rafelamersfoort.nl en zet je verhaaltjes op papier. Want als we dat delen met elkaar, dan bemoedigen we elkaar. We motiveren elkaar om uit te reiken op onze eigen manier. En we zorgen ook dat we creatief blijven met elkaar. Dus dat is eigenlijk een beetje wat ik op mijn hart had. Goed gedaan. Ja, echt heel mooi. Ja. Nou, dan wil ik het weer teruggeven aan Peter. Ja. En om het af te ronden. Wil jij het afronden? Nee, ja, maar. Ja. Nou, we willen jullie een hele goede week wensen. Ja. Bel gerust als je vanavond wilt napraten. Bel gerust naar het telefoonnummer wat genoemd is. Op dinsdag, op donderdagavond, op zondag na de dienst. En alle ochtenden van 10 tot 12. En we hopen je daar te spreken. Daar vind ik u en ik twijfel.